vlog. Ik ga vandaag weer voor jullie vloggen en ik had een vraag aan jullie. De zomervakantie nadert bijna en ja, dan maak ik natuurlijk niet echt video's over het recht, want dan hoef ik niet echt te studeren. Natuurlijk ga ik wel waarschijnlijk proberen een nieuwe taal te leren en zo om mijn brein zeg maar te laten functioneren. Maar ik had een vraag aan jullie. Wat voor video's willen jullie graag zien in de zomervakantie? Want ik denk dat jullie wel vragen waarschijnlijk hebben over bijvoorbeeld recht studeren in het eerste jaar. Of gewoon hoe moet je wettenbundel gebruiken en dat soort dingen. Dus let me know. Ja, stel ze in de comments. Dan ga ik ernaar kijken en dan maak ik er video's over. Want toen ik als eerste jaar begon, kon ik ook vrij weinig filmpjes vinden over hoe je de wettenbundel moet gebruiken. Of hoe ziet het eerste jaar nou precies eruit en zo. Dus ja, laat het weten in de comments. Dan maak ik daar video's over. Ik ga nu beginnen met mijn allerlaatste tentamen leren. Hopelijk, als ik geen herkansing heb, dan zou volgende week maandag mijn laatste tentamen zijn. En dat is onderzoeksinterventie en methodologie. Ik hoop dat dat het allerlaatste is. Ik hoop het super, super erg. Maar ik ga beginnen en ik ga straks wel waarschijnlijk met mijn moeder even naar Amsterdam. Maar ik ga nu eerst leren en dan straks Amsterdam. Ik moet even gaan stofzuigen voor mijn moeder. Dat ga ik nu doen en dan ga ik straks studeren. Maar ik kan me echt totaal niet concentreren op dit moment. Ik wil het ook gewoon lekker weer en zo. En ja, meestal hou ik niet van lekker weer, maar ik weet niet. Ik krijg toch zo'n gevoel, zo'n vakantiegevoel. Dus ik moet echt gaan leren. Ik ga jullie trouwens even mijn outfit laten zien. Dit is trouwens mijn outfit. Dit is een topje van Naked. Hij was, ik weet niet hoe duur hij was, maar deze is niet zo duur. Ik vind persoonlijk dat Naked best wel prijzige dingen verkoopt. Dit topje was niet heel duur. Dan heb ik dus de broek van Zara. Met die, oh, met deze spit. Zeg maar, hij is wel ingekort omdat hij anders te lang was. Ik heb mijn horloge om. Sieraden is my jewelry. En deze heb ik gekregen van een vriendin. En nagellak kleurtje van de Kiko. Pretty. Met onderzoeksinterventie methodologie. Dit is hopelijk mijn allerlaatste tentamen. Ik heb hem morgen en ik, ja, heb geen idee. Het is een open boektoets, dus ik mag dit boek erbij houden. En ik heb mijn samenvatting, die mag ik dus niet gebruiken morgen. Maar eigenlijk alles wat in de samenvatting staat, staat in mijn boek. Dus ik ben nu eigenlijk alles aan het markeren wat in het boek staat. Wat zeg maar in beide staat, zodat ik gewoon weet van oké, dit is het belangrijkste. Maar oké. Ik hoop dat ik dit haal, jongens. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil dit morgen. Ik hoop gewoon dat morgen mijn allerlaatste dag is. Want morgen is het 7 juni. En als ik mijn tentamens heb gehaald, ook van strafrecht en rechtsfilosofie, dan ben ik gewoon klaar. En dan wil ik gewoon aan andere dingen werken. Want ik ben nu eigenlijk al een lijstje aan het maken van de dingen die ik moet doen voor als ik vakantie heb, zeg maar. Dus ik moet de laptops gaan schoon, dus documenten en dat soort dingen. Want ik heb bijvoorbeeld hier in mijn foldertje heel veel onzin staan. Gewoon alles zit door elkaar, dus dat ga ik allemaal even mooi maken. Ik wil de boeken opruimen, want ik heb gewoon bijvoorbeeld hier en daar, zeg maar, allemaal boeken. Dus dat moet gefixt worden. En dan boeken bestellen, maar dat kan meestal volgens mij 2 weken of 3 weken van tevoren. Voordat het nieuwe semester begint. En ik wil workout en ik wil de documentjes in mijn Google Docs wil ik in mapjes gaan stoppen. Zodat ik weet van oké, dit is strafrecht, dit is rechtsfilosofie en dit. En als ik dat volgens voor even nodig heb, kan ik heel makkelijk alles vinden. En kijk naar dit, zeg maar. Dit is een template van iemand op YouTube. Als je dit en dit is ook op Notion. Dus als je dit leuk vindt, dan post ik dit zeg maar even in de biografie, in de bio, sorry. Dus dat, ik ga nu weer verder aan de slag. Morgen heb ik mijn tentamen. Over ongeveer 2 uurtjes begint mijn tentamen. Ik heb nu 10 minuten pauze, zoals jullie hier zien. Het is zeg maar een timer en het is super fijn. Want dan doe ik blokken van 45 minuten studeren en dan 10 minuten pauze.
En ik ben nu een video aan het kijken over dit. Productive vlog, getting my life together in 3 days. Reset routine. Misschien ga ik ook zo'n video maken. Dan zeg maar een routine na mijn hele schooljaar. Zeg maar dat ik allemaal dingen ga opruimen. En gewoon, ja, dat ga ik doen. Maar ja, mijn tentamen begint dus over 2 uurtjes ongeveer. Ja, ik weet niet of ik er klaar voor ben. Ik vind het gewoon niet echt een leuk vak. Maar we gaan het zien. Ik hoop dat ik het gewoon haal. Ik ben al blij met een 6. Ik hoop het gewoon heel erg. Want ik wil gewoon echt klaar zijn. Ik hoop dat dit vandaag de laatste dag is van al mijn tentamens. Ik hoop dat ik geen herkansingen heb. En dat ik gewoon nu kan rusten en video's kan maken voor jullie. Buiten is het trouwens echt super mooi. Heel mooi zonnetje, lekker warm. En ja. Ik ga nu even alles van mijn bureau afhalen. Want dit wordt een. Dit is wel een open boektoets. Maar dit wordt wel met Proctorio gedaan. Omdat ik het tentamen thuis maak. Ik kan tentamen ook op de campus maken. Maar ik heb eigenlijk geen idee welk gebouw het is en zo. En het kost allemaal tijd. Dus ik blijf thuis. En ik ga even dit allemaal van de tafel afhalen. Dus de samenvatting van Athena. Dit boek mag ik wel bij me houden. En dit allemaal gewoon eventjes fixen. En even nog een wit papiertje pakken met een potlood. Zodat ik zeg maar mijn bivariaten of trivariaten tabel kan maken. Want waarschijnlijk komt die er wel in 100% eigenlijk. Dus ik ga dit even opruimen. Jongens, ik heb net mijn tentamen gehad en het ging werkelijk waar verschrikkelijk. Het ging zo ontzettend slecht. Het is ook echt het stomste vak dat ik ooit in mijn leven heb gehad. Het is onderzoeksinterventiemethodologie. Nou, het is echt niet leuk. Ja, ik hoop natuurlijk om 5,5. Maar ja, ik weet ook maar nooit. Maar ik ben dus een paar dagen geleden naar Arnhem geweest. Ik heb wat boodschapjes gedaan en toen weer teruggegaan naar huis. Even kijken, ik heb die dag in de trein ook nog mijn cijfer binnengekregen van een vak rechtsfilosofie. En ik heb rechtsfilosofie gehaald, dus daar ben ik super blij mee. Niet met het allerhoogste cijfer, maar ik ben wel gewoon blij dat ik het heb gehaald. Ik heb net ook nog zeg maar de inzage gezien. En ik heb morgen, vandaag is het 11 juni en morgen 12 juni heb ik een praktijkexamen. Yay! Dus ik ben echt nog tips aan het bekijken en ja, alles op en aan. Want ik hoop en wil gewoon dat ik het haal morgen.